Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Inderdaad, Nicolette en Jamai, ik loop hier in Ahoy om te kijken of alles geregeld is voor het feest van Sinterklaas vanmiddag. Kinderen zijn er nog niet, alles wordt getest, het komt helemaal hartstikke goed hier. Hé, hey, hooghoogtepiet, wat sta jij te doen? Ik sta hier... ja. Nou, ik sta hier te genieten hè, van de mooie zaal en zo. Geweldig, hè, ja. Straks al die kindjes komen, ja. Dat het heel spannend wordt en de testpieten nog steeds... Nou, dat het dus heel leuk wordt allemaal en een beetje kijken waar iedereen gaat zitten en zo. Okay. Ja. Succes! Dankjewel. Volgens mij heeft hij het niet helemaal... Prof Piet, hallo! Neemt u me niet kwalijk, ja. Ben ik nog op tijd? Ja, nog net, ja. Ik was bezig met een ouders. Hoe lang ben ik het experiment? Ja. Waar is Hulp Piet? Volgens mij zit hij daarachter ergens. Hij heeft mijn enorme intelligentie willen aanspreken om hem te adviseren waar het betreffen van de loodjes, trekken. Van de series, ja. Thuis, ja. Inderdaad, ja. En waar is die heen? Volgens mij daar. Dank u wel. Ze zijn allemaal zenuwachtig volgens mij. Sorry. Luister, voor iedereen die straks of nu op weg is naar het feest van Sinterklaas in Ahoy. Mededeling, neem een tekening mee. Jij, allemaal een tekening. Ook papa's en mama's en ooms en tantes en opa's en oma's moeten allemaal een tekening maken. Ja, tekeningen. Ja. We hebben tekeningen nodig. Ga even rustig voorbereiden. Tekeningen. Ze zijn allemaal zenuwachtig hier volgens mij. Maar het is ook leuk vanmiddag het feest van Sinterklaas. Woo! Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Na de oproep vorige week hebben de Zwarte Pieten ontzettend veel briefjes in de schoenen gevonden met daarop jullie favoriete serie. Nu ben ik op weg naar Hulp Piet, want hij is verantwoordelijk voor die briefjes. En ik ga eens even bij hem kijken of hem het lukt om uit die hele stapeltjes 8 loodjes met die series te trekken. Koele! Hey Leo. Hey, hoe is je nou? Je ziet er een beetje zenuwachtig uit. Wat is er met jou aan de hand? Een beetje kriebels in mijn buik. Karnemelk, heftig. Kriebels. Ja man. Waarom? Ja, gewoon kriebels voor de show en een beetje optreden en zo. Er zitten maar 10.000 kinderen in de zaal. Huh? 10.000 kinderen in de zaal Sinterklaas zitten kijken. Huh? Kan jij toch wel hebben? Huh? Ik weet niet hoeveel kinderen voor de televisie die zitten te kijken. Dat kan jij! He? Je bent heel even in Nederland, dan is dit jouw grote moment. Je kan het 1 keer fout doen, dan gaat het gigantisch fout, maar jij kan dat aan. Dat gaat goed komen, man. Hey, succes, kom op. Doen we er nog maar één. Ah, nou dat is duidelijk. Hier zit Hulp Piet, is bezig nu met die loodjes, als het goed is. Ah, Hulp Piet. Ah, nee, joh. Kijk, wow, dit zijn er een heleboel. Lukt het een beetje? Het zijn er zoveel. Ik weet niet precies hoe we het moeten aanpakken, Leon. Ik wil wel helpen als dat een beetje... Sorry, Leon. Denk je er even aan dat je even aan de kinderen thuis vertelt dat als ze naar Ahoy toe komen, dat ze groot en klein, papa, mama's, iedereen, een tekening meenemen. Ja, muziek, we dat moeten weten we nou. Een tekening hebben. Ja, tekening. Die tekening. Ja, tekening. Oké, dan gaan we het verzinnen gewoon. Oké. Toch? Ja. Ine, mine, mutte, 10 pond grutte, 10 pond ka. Nee. Weet het ook niet hoor. Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Jamai en Nicolette zijn alweer klaar en wat een rotzooi wordt het altijd hè, met dat rode groenspel. Nou, Hulp Piet en ik zijn nog steeds bezig met de briefjes die jullie hebben ingestuurd voor die serie die jullie willen zien. Hey Hulp. Hey luister, heb jij een acrobaat gezien? Acrobaat? Ik niet? Nee. Wat? Daar? Hebben jullie de acrobaat gezien? Ja, ik heb ze nodig voor iets heel spannend. Niet? Nee, ik heb ze niet. Oké, sorry dat ik gestoord heb. Ga ik weg. Hoi. Af en toe snap ik niks van die Piet. Ja. Maar goed. Zullen wij weer verder gaan? Wij gaan weer verder. Ja. Hoeveel hebben we er nu? 7. Nog 1. Even je hand voor mijn ogen, Leon. Ja. Goed, komt ie. Ja. Hier dan. Oké, ik heb er 1. Goed. Hoho. Het helpt. Ik heb de oplossing gevonden om op wetenschappelijk verantwoorde wijze de loodjes te trekken. Kijk, die doen we dan hierin, dan draaien wij.
Na langdurig onderzoek ben ik tot deze conclusie gekomen. Dan moet hier uit dat gaatje hieronder. Even kijken, dan zal ik hier het loodje leggen. Nee, wacht, wij doen het niet opnieuw. Moment. Succes! Het moet eruit komen, want ik ben niet voor één gat te vangen. Trappiet, ja. Wij hebben de namen al getrokken. Oh. Het is altijd leuk om even een kijkje te nemen bij de make-up. Ik ben benieuwd wie er zit. Hallo! Oh, er staan hier 5 dames. Volgens mij zit hier een hele grote artiest nu. Eens even kijken, hallo! Muziek Piet. Leon. Wat doe jij hier nou dan? Schoonheid heeft zijn prijs. Er staan 5 vriendjes Jesses om je heen. Dat heb je toch niet nodig? Uit de kleedkamer. Dit is uit niks, jongens. Jammer. Let your sunshine is de Jumbo of Kus gaan we opzoeken. Tussen de bedrijven door verzorg je ook nog even de catering voor de artiesten. Hier heb ik wat voor Jumbo. Ik ga het ze even brengen. Nou, catering, room service. Oh, lekker! Eens even kijken, wie had wat besteld? Broodje zalmsalade. Dat was voor jou, alsjeblieft. Lekker. Banaantje. Ja, banaantje van mij, was van voor mij, jou. Hoor. Dan heb ik de L is voor Leon. Van Lotte. Nee, van Lindsay. Nee, ik dacht zelf van Leon. Nee, van mij. Zullen we dan nemen? Samen zullen we alles eerlijk delen. Ik heb een klein deze banaan. En deze is dan? Voor het paard natuurlijk. Ja. En, dan heb en deze ik mag ik paard ook hebben. En de kruimels. Kruimels zijn voor jou. Doe maar even lekker. De dankbaarheid is weer groot, dames. Succes. Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Vanmiddag het feest van Sinterklaas. Ik sta hier in Rotterdam. Het is hartstikke spannend. Nou ja, goed, iedereen komt binnen. De artiesten. Oh! Bobby? Hallo. Ja, Ernst, Bobby. Jullie presenteren. Ernst is er niet. Nou, dat is een beetje een probleem. We zijn Ernst een beetje kwijt. Maar hij komt wel. Nu al kwijt? Ja. Oh. Maar we gaan het echt presenteren. Oké. Nou, ik heb er vertrouwen in. Even over de tekening, want de kinderen nemen allemaal tekeningen mee. Ja, dat moet ook. Waar moeten ze die straks kwijt? Moeten ze die... De kleur en test die zorgen ervoor dat we iets heel erg moois maken van de tekeningen van de kinderen. Ja, maar Kleurpiet heb ik bijvoorbeeld helemaal nog niet gezien. Nee, ik heb test eigenlijk ook nog niet gezien. Nee, en Ernst heb jij... Oh. Weet je wat? Ik ga even Ernst zoeken. Ja? Ga ik Kleurpiet zoeken? En dan doen we allebei test. Is goed. Oké. Okay. Dag. Oh. Muziek, Piet. Leon. Hallo. Doosje voor tekeningen. Oh, wacht even. Ah, toch. Voor iedereen die vanmiddag naar het feest van Sinterklaas komt, misschien de hoogste tijd om nu alvast aan je tekening te gaan beginnen. Denk eraan, neem een tekening mee. Ja, dat weten die kinderen. Dat komt allemaal goed. Ja. Ik ben al op zoek naar Kleurpiet om die tekening in te leveren. Ja, komt allemaal goed. Ja. Dit doosje voor tekeningen is te klein. Ja? Er komen duizenden kinderen. Dag kinderen. De volgende tekenfilm waar we naar gaan kijken is Atom. Atom. En het is gekozen door Boris uit Zaltbommel. Nou, veel plezier. Atom. Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Spannend, spannend, spannend. Straks het grote feest van Sinterklaas. De zaal is nu nog leeg, maar stroomt straks helemaal vol. Ik ben op zoek naar iemand die ging iets spannends doen. Hij was op zoek naar acrobaten. Ik ben benieuwd wat dat is. Maar ja, ik kan hem niet echt ergens vinden. Hij zal wel ergens zijn natuurlijk. Maar waar? Dat is de vraag. Dus... Muziek Piet, hallo. Hallo. Wat ga jij doen? Eindje rijden. Oh, kan ik even met je meerijden? Ja. Ja, doe okay. Ik dat. Goed plan. Oké. Daar? Ja, daar. Is goed, ja. Whatever. Mama. Je wou meerijden. We zijn dag en nacht. We zijn water en vuur. We zijn Noordpool en Zuidpool, melk en vuur. We zijn dag en nacht, we zijn Venus en Mars. We zijn winter en zomer, geef je mijn hart.
Gaat lekker, dames. Wat ben jij nou aan het doen? Je doet het hartstikke goed. Hoge hoogte. Ja, nou, ik ben even aan het meten. Ja. Hè, want jullie zijn heel leuk aan het dansen. Ik meet even of dit straks dan ook wel daar op het podium kan. Ja, dat dacht ik wel. Maar ik heb het gemeten. Maar ja, er is er gewoon toch eentje te veel. Toch wel. Ja, we kunnen er maar 4 op. Ja, we dachten die 5e kus is een aanwinst, maar jij zegt 4. Ja, dat past niet. Ja. 5 past niet. Jammer, dan denk ik toch dat er één weg moet. Denk ik. Nee, hoezo kijk je mij nou aan? Leon, ja, nee. Luister, we vinden het hartstikke leuk dat je met ons mee wilt doen en je doet het hartstikke goed. Maar... Gaat het nou over mij ineens? Ja, er moet er eentje weg, ja, sorry. Je moet ook nog wat beter oefenen. Ja, jij neemt ook het meeste ruimte in ons allemaal. Ja. Ja. Je moet gaan. Ja, sorry. Doei. Sorry, Leon. Doei. Misschien kan je een keer invallen. Ja. Doei. Doei. Nou, ga maar weer door. Dan ga ik nog even kijken of het inderdaad nog klopt. Ja hoor. Ja, met jullie gaat het lukken. Ja, dat komt helemaal goed. We zijn dag en nacht. We zijn water en vuur. Hoppa. Hop. Oké. Hey, koele. Ja, luister even. Je ging wat spannends doen. Wat is dat nou? Man, ik ben net bezig. Dit is het spannende wat je doet. Ja, dit is het spannende. Oké. Dus ik help nu niet echt, hè? Nee, je helpt echt niet, Leon. Nee, sorry. Ze staan al klaar. Ja? Doe jij het lekker. Oh, dat is wel cool. Oké. Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Yes! Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Oké, zijn jullie er allemaal klaar voor? Het feest van Sinterklaas gaat bijna beginnen. Pak je pepernoten, je chocoladeletters, je chocolademelk. Ik ga even daar checken of de pieten klaarstaan. Oeh, jongens. Het is spannend. Als het goed is, staan hier de wagens met de pieten. Oké, alle zwarte pieten klaar ervoor? Ja. Zijn jullie maar klaar? Oké, ben je klaar voor? Volgens mij zijn al die pieten hartstikke zenuwachtig. Nou, kom eens. We zitten op een... Koele, ben je er klaar voor? Ja. Oké. We gaan nu feesten. Hey, hoeveel zin in Arbeider? Represent Jimbo, je weet het. Oké, muziek Piet, je gaat straks die zaal in op je kar. Hallo, hier. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja? We gaan naar hier. Hoge hoogte. Ja. Alles onder controle? Alles onder controle. Ja, okay. We staan stevig op onze benen. Hulle Piet, hou je vast. Ja, ik vind het heel spannend. Ja. Hij rijdt toch niet? Nee. Nee, oké, dan is het goed. Ja, ja. Hier ook alles goed. Koele. Ja. Hey, kom op, zet hem op, hè. Ja, ik zet hem op. Zet hem aan, hè. Helemaal goed. Zenuwtjes, zijn weg. Valt mee. Maar ze moeten me wel in een kooi houden. Ik ben niet meer te houden, hè. Oké, goed. Succes. Prof Piet. Wat? Rustig aan, ontspan! Ik ben totaal ontspannen. Ik als ervaren oude Zwarte Piet ben totaal niet bang om deze 8000 kinderen en vaders en moeders tegemoet te trekken. De rust zelf, Koele, hou hem in de gaten. Heel rustig. Ja. Breathe in. Ja. Werk altijd. Rustig. Gaat heel goed. Feest mee om 4 uur. Je kijkt naar de Sinterklaasflits. Wat was het leuk? Wij vonden het allemaal zo leuk. Maar ik moet natuurlijk ook even testen of jij het leuk vond. Ga dan naar www.jetix.nl of naar www.declubvansinterklaas.nl en dan vind je een enquête. Kan je precies invullen wat jij nou het allerleukste vond. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op een heel groot Jetix pakket met allemaal mooie spullen. En je helpt mij. Dus doen. Ik vond het wel heel leuk. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes, loopt die camera of niet? Nee, daar komt ie. De eerste is Frits uit Putten. Voordat ik ga zeggen wat het is geworden, Frits, iets beter je schoenen poetsen, want we hebben een behoorlijk vies pak van gekregen. Maar goed, daar gaat ie. Het is geworden Pokémon. Jongens en meisjes, daar ben ik weer. Ik ga nu de volgende naam voorlezen van wie heeft bepaald naar welke serie we nu gaan kijken. Het is geworden Aïze uit Oude Kerk aan de Amstel. En het is Jacob Dubbel. En het is een dubbele aflevering van Jacob Dubbel. Ja, ik vond het wel een leuk grapje. Jongens en meisjes, jullie zijn natuurlijk benieuwd naar welke serie we nu gaan kijken.
Die is gekozen door Sascha uit Haarlem. En het is Totally Speech. Nou, best, doet best leuk. Ja? Zo'n presentatie, Piet. Ja, helemaal grappig. Ja. Het is alleen Sascha uit Haarlem. Ja? Ja? En tekenfilm heet Totally Spice. Ja, maar verder leuk. Goed. Ja, dankjewel. Ah, hulp. Helge Hoogte. Wat ben je aan het doen? Ik ben wat aan het presenteren. Oh. Ja, nou, let op. De volgende tekenfilm die gekozen is, is door Wesley uit Hogezaan, Sappemeer. 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 Ja. En de serie is Atomic Betty. Atomic Betty. Ja, kijk, ik heb een hele rits van die briefjes getrokken. Die ze in hun schoenen moeten leggen. Ja, ja, ja. Presenteer ik nu de serie die uitgezonden wordt. Oh, die ze gekozen hebben, ja. Atomic Betty. Hey, en mag ik ook een keer? Nee. Goed, de volgende serie waar we naar gaan kijken is Romy uit Maasbracht. En het is gekozen door Oma Star Racer. Nee, wacht. Dan andersom. De volgende serie is gekozen door Romy uit Maasbracht. En de serie is Oma Star Racer. Nou, jongens en meisjes, daar ben ik weer. We gaan nu naar de volgende serie kijken, Karel 2. Karel 2 is een enorme populaire serie, want we hebben heel veel aanvragen. Muziek, kan je even die letter neerleggen? Ik ben even bezig. We hebben heel veel aanvragen gekregen. Wahid uit Krabbedijk heeft hem ook aangevraagd en die gaan we dus krijgen. Karel 2. Je hebt je eigen show. Ja, Muziek Piet. Is het leuk als daar even in gezongen wordt? Nee, sorry. Dit was het. Doei. Nou, jongens en meisjes, we zijn aan de laatste tekenfilm toegekomen die jullie zelf mochten uitkiezen. En het is geworden Captain Flamingo. Door Robbie van Houten. Nee, Robbie uit Houten. Daar komt hij dus vandaan. Goed, nou, ik moet nu op. Ik zie jullie straks. Ja, dag. Doei. Veel kijkplezier.